dagen. Leuk dat je kijkt naar mijn hobby YouTube kanaal. Ik heb wat geshopt bij Zalando. Dan krijg je zo'n heel leuk klein doosje. Daar wil ik het even over hebben. Dit leuke kleine doosje. Leuk klein doosje. Wat op zich op deze manier prima te versturen is. Zit dan in een soort model schoenendoos. Met plastic opvulling. Dan denk ik, waarom Zalando? Waarom? Dit doosje had je prima op deze manier kunnen versturen. Oké. Dan krijg je bijvoorbeeld dit soort dingen. Dit is dan de Kiko Radiant Touch Creamy Stick Highlighter. In de kleur 100, Radiant Touch. Dit zit dan... Dan heb je het product, hè. Wacht even hoor. Heb je het product in een doosje. En dit zit dan in een zakje. Waarom? Oké. Ik heb genoeg geklaagd. Zie je hem? Hier zo. Hele mooie subtiele highlighter is het, denk ik. Dus die gaan we proberen. Mijn proefbakje loopt over, jongens. Ik heb de Revlon Photo Ready Candid Glow gekocht. Ik wist niet dat het bestond. Moisturizing Glow Foundation in de kleur 120. Baf heet het dan. Baf. Het is niet een hele grote tube, hoor. Hoeveel krijg je? 22 milliliter. Dat is wel wat kleiner dan wat je normaal krijgt. Een normale foundation is ongeveer 30. Wat heb ik nog meer gekocht? Ik heb van 3INA. Heet het zo? Een pencil. De pencil eyeshadow gekocht. In de kleur 107. Dus een beetje grijs, donker taupe-achtig. Dan heb ik van Pixi een... Oeh, zag je dat? Pixi heb ik Endless Shade Stick gekocht. Een eyeshadow stick. En dan, dit verraadt al ongeveer wat het gaat zijn. Dat zien jullie natuurlijk niet, want het licht staat te fel. Maar dit is een eyeshadow stick in de kleur Pink Quartz. Dat is dan een beetje deze kleur. Dan zeggen jullie, maar joh, die had je al. Ja, ik heb 10.000 van dat soort kleuren. Maar dat vind ik nou eenmaal mooi. En ik wil graag dingen proberen die ik mooi vind. Ik heb van NYX. Wat is dit? Ja, nu staat het er niet meer op. Volgens mij is dit... Een creamy eyeshadow. Een eyeshadow. Lipstift. Deze kleur. Een beetje nude kleur. Ik denk dat dit de kleur... à la mode is. Maar ik weet het niet zeker. Wat hebben we nog meer? Oh ja. Ik heb een L'Oreal Expert. Brow Artist Expert gekocht in Cool Blond. Dan heb ik, ja, dit is bijzonder.
Ik heb een Brow Drama gekocht in Dark Blonde Sculpting Brow Mascara. Met zo'n borsteltje. Maar ik had natuurlijk net... Oh, hij ziet er echt wel anders uit. Kijk. Dit was de Brow Precise Fiber Filler. We gaan het verschil bekijken. Dit zijn Kiko On The Go Highlighter Drops. Geeft het ook een kleur? Nee. Dat zijn deze. Beetje roze. Dan heb ik een L'Oreal Love Liberty lipstick, Color Reach lipstick gekocht in 235 Nude. Die. Omdat ik niet van nude hou. Ik heb een Revlon Colorstay Ultimate Suede lipstift gekocht in de kleur 025 Socialite. Dat is die uiterste, die roze. Die. Dan heb ik een NYX Lingerie Push-Up gekocht. Long-lasting lipstift. Met een sharpener erop. En daarvan staat er geen kleur op. Er staat geen kleur op. Dit is deze. Maar er staat geen kleur op. Ik heb van NYX ook een Shape Love Loud gekocht. Een matte lip duo. En er staat ook geen kleur op. Dan zit er een wat dunner potloodje in. Is gewoon een houten potlood voor de lijn. En een dik potlood voor de kleur. Dat is dit. Hier is lijntje en hier is kleurtje. Ja, en dan heb ik dit gekocht. Dat is het laatste. Maar daar heb ik er twee van gekregen. Nou weet ik zeker dat ik er niet twee heb besteld. Denk ik. Maar goed. Dit is de Revolution Pro Highly Pigmented Cream Eyeshadow. En dat zit in een heel mooi beetje frosty bakdoosje van glas met een gouden dop. En daar staat er op Revolution Pro. En dit is hem. Het is inderdaad heel creamy. Deze. Hier, dit. Maar goed, ik heb er natuurlijk geen twee nodig. Dit lijkt een beetje op de cream van 3INA. Maar goed, ik heb er natuurlijk geen twee nodig. Dus we raden het al. Er gaat er één naar Quinn. Zo. Dat was alles wat ik heb besteld bij Zalando. Ik wacht nog wel om een paar dingen die ik heb besteld ooit een keer bij Amazon. Maar dat komt dan in de loop van de tijd wel. Over deze dingen. Ik heb inmiddels pas gewoon niet meer in mijn bakje met uit te proberen make-up. Maar daar ga ik goed mijn best voor doen. Dan komen er of een grote review met full face nieuw. Of allemaal korte reviewtjes van 1-2 minuten.
Dat vind ik altijd leuk om op te nemen. Komen die dingen vast wel, die komen zeker terug op mijn kanaal. En voor nu zou ik zeggen bedankt voor het kijken. En wees lief voor jezelf en elkaar. En tot de volgende keer.